Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuw videootje van Familie Lekker! Yay! Vandaag gaan wij jullie onze avondroutine laten zien. Meestal is de avond ja, moment waarop wij niet echt meer filmen. Behalve om de video af te sluiten, ja. Als we dat weer zijn vergeten, wat dus eigenlijk we altijd gebeurt. Nooit meer filmpjes afsluiten, toch? Nee, echt nooit, hè? Nee, maar het is dikwijls wel eens leuk om jullie onze avondroutine te laten zien. Nu wij ook een newborn baby in huis hebben. Nias is op dit moment 2,5 maand oud. Ik moet zeggen, er is niet echt een hele vaste routine, want hij heeft nog wel echt zijn eigen schemaatje. Wanneer hij slaapt, slaapt hij. Wanneer hij wakker wilt zijn, is hij wakker. Wanneer hij wil eten, gaat hij eten. Hij doet gewoon lekker wat hij wil. Hij bepaalt alles zelf, maar natuurlijk hebben we nog wel wat vastigheden in onze avond. En het leek ons wel eens leuk om dat aan jullie te laten zien. Dat wordt best wel vaak omgevraagd. Nou, het is nu bijna 4:15. En vanaf nu gaat onze avondroutine eigenlijk al wel een beetje beginnen, want ik ga zo meteen koken. Tegenwoordig proberen wij best wel vroeg te eten. Ik probeer meestal voor te zorgen dat het eten rond 5 uur klaar is. En vroeger dacht ik altijd, waarom eten mensen zo vroeg? Ik vind 5 uur echt heel vroeg. Maar we hebben gemerkt dat het wel fijn is dat we in de avond, de rest van de avond, nog wel even rustig onze ding kunnen doen met onze 3 kids. Ik ga zo koken. En omdat het nu buiten net droog is en we wel fijn vinden als de kinderen altijd eventjes naar buiten gaan, gaat Sarah zo meteen met Eli en Dela naar buiten. Nou, Mias is nu even melk aan het drinken terwijl de jongens lekker buiten zijn. Hij heeft geen vast ritme wat betreft het drinken. Dus ja, de ene keer kan het ook zijn dat hij slaapt voordat ik ga koken. En de andere keer is hij dus wakker. En nu had hij dus een beetje honger. Dus ik ben hem nu eventjes lekker aan het voeden. Dan kan ik zo meteen hopelijk een beetje rustig koken. Maar na voeding is het altijd even belangrijk om een baby rechtop te houden. En eventjes zachtjes op zijn rugje te kloppen. Omdat hij eventjes een boertje moet laten. Dus ik wacht even totdat Mia zijn boertje heeft gelaten. Die kijkt wel lekker om zich heen. En dan kan mama lekker koken, schat. Hey, ja. Hush. Oesh, gezondheid. Ik wou zeggen, Mias heeft net lekker zijn boertje gelaten. Dus ik heb hem in dit wipstoeltje gezet. En ja, hij vindt het altijd wel heel erg leuk om naar dit speeldingetje te kijken. Er zitten allemaal kleurtjes op natuurlijk. Dus meestal is hij zo wel heel eventjes zoet. En dan kan ik beginnen aan het koken. Vandaag eten we macaroni met kip, sperziebonen, champignons. Er gaat ook lekker ketchup marinade bij. Nou, meneer is ook weer binnen met de kids. Die zitten nu even lekker op de tablet. Helemaal nog rode oortjes van hun kou. Maar wel even lekker frisse neus gehaald. Het is lekker altijd wel frisse. En, ja schat. De stoel gehaald. Wat heb je gehaald? Stoel gehaald? Heb je, ja, bij stoel, hè? Want weet je wat de jongens altijd willen? Jullie willen bij papa zitten, hè? Waar willen jullie zitten? Ze willen altijd bij Esther zitten. Nou, Mias, die lacht tegenwoordig echt enorm veel. En ik ga heel stiekem weten, als hij mij ziet, stopt hij misschien. Maar hij lacht echt veel naar de klok. Wacht, even kijken of we gaan pakken. Of we een shot krijgen. Nee, nu is het serieus. Gaan we lachen of niet? Gaan we lachen of niet? Zie ik daar iets? Nee, weet je wat het is, jongens? Alle 3 onze kinderen hebben obsessie. Ik weet niet. Die ja, klok hebben ze wat mee, hè? Ja. Ja, alleen maar focus op de klok, hè? Het is leuk, hè, die klok. Oh, vast dit, mama! Hoi! Kreeg ik een lachje? Ja! Nee? Nee, toch niet? Zo, we zitten compleet. Eten is klaar. Dit is het dus uiteindelijk geworden: kip met ketchup en lekkere groenten erbij. Het is de eerste keer trouwens dat Eli heeft besloten dat hij niet naast mij wil zitten. Hij wil vandaag naast Demran en papa. Mias. Ja, Mias is heel vaak meestal bij Sam op school. Als hij haar helpt, als hij begint, dan gaat hij naar mij. Goeiedag. Hij helpt. Hij helpt. Ik voelde de luchtalarm al aankomen. Maar die wordt hier weer stil. Mijn mami. Voor jou, papa. Oh, er is trouwens wel een dingetje. Er is trouwens wel een dingetje. Dus dat is voor jullie. Dat op het moment dat iemand zijn bord leeg heeft, dan gaan we applausjes uitdelen. Oh, ja. En het begon eerst met wanneer iemand zijn bord leeg had. Applausje voor Demran dat hij zijn bord op leeg heeft. Applausje dat zo gaat het dus de hele tijd. En tegenwoordig verzinnen wij applausjes voor hele andere dingen ook. Dus ik ben benieuwd. Applausje wat papa dus zei. Beste vreugde vandaag. Ja, Ila zei het applaus. Ik weet niet dat jij het beste hebt gegeten. Ik ook niet. Nee, dus applausje dat Demran zijn bordje leeg is. Nee, nog niet. Fijn. Applaus dat papa als eerste zijn bordje leeg heeft. Applausje. Hij jacht door mij nooit.
En het zit er goed. Applausje dat Deborah Fortnite mag. Oké, het foute uur bij La Cap is begonnen. Meestal vindt iedereen het leuk om een show te geven, maar vandaag begon Seran echt oldschool muziek op te zetten. En deze man vindt alles leuk. Kottie, ho, ho, ho. En hij doet altijd daar. Ho, ho, ho. Hi. En Mias vindt alles goed. Kottie. Zie. La 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 la. Normaal gaan hoor, bij de week, want weet je die onder hand al. En er is er nog eentje wakker, woe! Hij kan stoppen, de wc moet staan, oké. Oké, oké. Hey. Uit welk jaar zou dit nummer komen? 19? Sowieso, nee, het is een 90s nummer denk ik, hè? Ja. Onze tijd! Woe! Nou, het is tijd om Mias zo lekker te wassen. Hij gaat zo meteen onder de douche met Seran. Dat vindt hij echt super lekker. En altijd als hij hier op het verschoonkussen ligt, dan kijkt hij naar deze posters. Die vindt hij echt mega interessant om naar te kijken. En ook hier lacht hij heel vaak naartoe. En zoals jullie ook kunnen zien, dat hij zijn vuistje in zijn mond. Dat is iets wat hij de laatste tijd ook echt heel erg veel doet. Dat is ook normaal in deze fase. Dat hij dan dus echt alles in zijn mondje doet en daarmee gaat ontdekken. Dus ik ga hem nu even lekker uitkleden. Dan gaat hij even lekker de douche onder. Nou, dit mannetje is lekker uitgekleed. Tijd om lekker te gaan douchen. Heb je er zin in? Heb jij er zin in? En zoals jullie horen is Ida ook op de achtergrond aanwezig. Die is ook gelijk naar boven geslopen. En die moet er straks ook lekker naar toe. Hij staat hier. Dus als Mias op dit klaar is, gaan ze ook gelijk lekker onder de douche. Hè? Mias is lekker onder de douche. Schat, hij vindt dit zo lekker. En eigenlijk doen we het nooit in bad. Hij gaat altijd onder de douche, want het is wel makkelijk. En hij vindt het ook lekker. Nou, Ila heeft zich ook geweld, zoals ik zei al, in de douche. Het is altijd even een beetje puzzelen. Lekker samen douchen. Het is zo lekker. Het is inmiddels 6 uur. Mias heeft lekker zijn pyjamaatje aan. En inmiddels is het alweer tijd voor zijn volgende voeding. Er zit meestal zo'n 1,5 à 2 uur tussen zijn voedingen. Dus ja, ik had hem net volgens mij om... 4:15 zo goed. En dan is het nu weer om 6 uur. Seran is nog lekker boven met de jongens. Die worden lekker gedoucht en omgekleed. En dan mogen ze zo ook nog eventjes lekker naar beneden toe. De jongens zijn weer beneden. Lekker gedoucht en in pyjama. En meestal zit het moment waarop we even lekker gaan spelen. Een spelletje doen. En in sommige gevallen willen ze even Netflix kijken. Of zoals vandaag wil Ida heel graag even lekker op tablet kijken. En Demba die wil heel graag even Fortnite kijken op tv. Dus dat is hij nu aan het doen. Dit is ook vaak even een momentje dat wij fruit gaan maken. Nou, het fruitsnack momentje is begonnen. We hebben vandaag lekker appel en druiven. Meestal willen ze kiwis, maar die zijn op. Dus vandaag lekker appel en druif. 7 uur bedtijd, jongens. Alleen niet voor Eli, hè? Eli gaat straks naar bed toe, Esra. Eli mag nog eventjes opblijven. Omdat hij vanmiddag een middagdutje heeft gedaan. Hij is in slaap van in de auto. En eigenlijk doet hij geen middagdutjes meer. Maar als hij een middagdutje heeft gedaan, dan slaapt hij echt laat. Ik kan het wel neerleggen, maar hij valt gewoon niet in slaap. Blijft hij uurtje wakker in bed? Deborah, ja? Jij gaat lekker naar bed. En wat doe je altijd voor het slapen gaan? Vertel een paar. Kusje, kusje. Alles allemaal. Hier is Isai of Mias. Love you, I love you, kusje. Gaan zo, kusje gaan. Doe ik jij gewoon even een beetje om de mat bij jullie slapen. Nee. Hij heeft nog steeds weer nog even heel lang volgen dat hele tekstje. Mias ook kusje gaan geven. De hele tekst. Babyfoon staat aan. En Deborah ligt lekker in bed. Ida, is je ervan kijken? Nou, Ida, wat ga jij doen? Die Even een boekje lezen. In de avond krijgt Seran Mias eigenlijk altijd op schoot. Hij heeft zijn slaapzak ook aan. Die doen we aan omdat we niet weten wanneer hij in slaap valt. En de reden dat Seran Mias op schoot krijgt in de avond is omdat ik in de avond altijd ga werken. Editen, mailtjes. Ik heb altijd wel te doen. Dus ik ga lekker aan de slag. En voor degene die denken dat het hier echt gewoon helemaal rustig en goed gaat en zo. Ook hij helpt. In de avond heeft hij meestal wel een beetje een helmomentje, net zoals nu. Het lastige is wel als ik aan het werk ben, dat het heel lastig is om me te concentreren. Dit is best wel vaak, zeg maar, s'avonds. En zo tussendoor, wisten we dan af. Dan ga ik even voeden of met Mias lopen, want soms merken we dat hij even bij mama wilt zijn. En is, hier... Weet je wat raar is, hè? Serieus, hè? Als ik nu aan Esther zou geven, hij is gelijk stil, hè? Zullen we het even uittesten om te kijken of wie het doet? Dat is dus echt zo. Kijk. Mijn mama. Pak je even de camera. Even kijken. Werkt, hoor. Ik weet het niet. Hey, dat stinkt die paar keer.
En? Nou, heb je in ieder geval even pauze, keer zo verder weg. Only you. Nee, serieus jongens. Yes. Wij zetten... Yes! Ilijn ligt inmiddels op bed. Het is nu 21:30 en Mias is eindelijk ook in slaap gevallen. Die heeft nog een beetje doorgejammerd, zeg maar die slaapt nu eindelijk. En die ligt eigenlijk altijd even in de box neer. En als wij naar boven gaan, dan gaan we met z'n allen. Want hij slaapt tussen ons in, gewoon op de kamer. En het verhaal achter deze muziekclip is dat wij in de avond eigenlijk bijna altijd wel tv aanzetten. Muziek aan het moment dat de kids naar bed gaan. Gewoon lekker als achtergrond. Alleen het punt is, je krijgt soms dan op de avond gewoon 10 uur hetzelfde nummer. Je hebt een playlist eigenlijk, waardoor je gewoon ook heel vaak nummers opnieuw hoort. En deze die, ja, zit nu zo van hoofd, dat is dat Only You. Dus ook al op een dag al lopen naar de auto, op een gegeven moment zeg ik Only You. Dan zitten ze een paar seconden later, yes! Dit is echt ons nummertje nu gewoon, omdat we het zo vaak horen. Dus met dat alle kinderen slapen, dus ook Mia's, dan ben ik meestal ja, wel een beetje al klaar met editen. Dan checkt ze aan de video nog eventjes, dat heeft hij net ook al gedaan. En daarna gaan wij samen aan het werk. Nog meer werk. Zakelijk gaan we even samen zitten en mailtjes doornemen. Andere dingen die we moeten bespreken wat betreft ja, werk. En wat content verzinnen voor de komende tijden, dat soort dingetjes. En met projectjes waar we mee bezig zijn bespreken. En ook meestal alle mailtjes die binnen zijn gekomen terugkoppeling. Dat doen we dan samen altijd. We zijn ook gewoon collega's van elkaar. We zijn man, vrouw, papa, mama, collega's. Nu zijn we gewoon even collega's. Baas en... werknemer. Helemaal niet. Nee, niet werknemer. Baas en... Ik ben secretaresse. Nee. Nou, doe even normaal, man. Wij gaan in ieder geval eventjes gewoon serieus aan het werk. Hij ligt trouwens gewoon lekker in bed bij Deborah. Hier aan de rechterkant ligt hij. Nou, zoals jullie kunnen zien is hij al lekker vertrokken. Liggen lekker te slapen nu samen. Nou, het is inmiddels 12:30. We hebben Mia's nu net in bed gelegd. We hebben nog best wel flink doorgewerkt. Wij gaan nu ook even lekker ons klaarmaken, pyjamaatjes aan en naar bed. En dit is onze avondroutine. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om je aan deze routine te zien. Zet even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je nieuw bent en geen video wilt missen. En dan zien we jullie weer in de volgende video. Doeg!